We doen de kisten hier bovenin. Dan zetten wij het kopje daar bovenop. Dan doen we onze heavy duty plates tier 2 hier allemaal neerzetten. Dan pakken we onze tier 1 boost, die zetten we daar neer. Onze steering of rocket fins zetten we daarop. En doen we alleen maar onze engineering rocket eronder. En kijk daar eens even, mensen. We hebben hier onze rocket tier freaking 2. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Space Astronomy. We gaan vandaag weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk alvast even op dat duimpje omhoog. Als jullie nieuw bent, abonneer ook vooral eventjes. Welkom. We gaan vandaag dus eventjes kijken hoe ver we kunnen gaan komen met de raket die wij natuurlijk moeten gaan maken. Ik zit alleen even nu te kijken. We moeten hier natuurlijk eerst deze Schematica inloaden. Unlock new Schematica, there we go. En zoals je kan zien, we hebben nu onze raket tier 2 unlocked. Dus dat is wel nice. We kunnen dus in ieder geval raket tier 1 maken. We kunnen hier dus onze tier 2 maken. En ik bedenk me ook, we kunnen dus nu ook hier onze buggy indouwen. Is dat nodig dus? Nee. Is het leuk? Ja. Dus we gaan even deze nu ook erin douwen. There we go. Unlock Schematica. Even kijken, kunnen wij nu een... Oh, kijk hier aan. De moon buggy. Ik heb er nog nooit überhaupt naar gekeken. Ik vertrouw, jongens, nou we spieken. Moon. Buggy? Of misschien moet ik gewoon buggy intypen? Oh, kijk. Oh. Oh. Nice. Buggy seat. Compressed iron, compressed steel. Op zich vrij logisch. Oh, je doet nog eens met storage. Natuurlijk kun je de bepaalde kisten indouwen. Oké, lachen. Niet dat ik dit per se wil gaan maken, omdat ik dit mee wil gaan nemen wat ik al. Maar ik vind het toch leuk om te kunnen zien. Heb je in ieder geval heavy duty plates voor nodig. Is op dit moment niet nodig. Wat alleen nodig is, is dat wij natuurlijk rocket tier 2 gaan maken. Wat al inmiddels klaar is, mensen, zijn deze plaatjes. Je ziet het al. Ze zijn hier allemaal klaar. De tier 2 plaatjes, daar ben ik enorm blij mee. Want die hebben we natuurlijk nodig om de raket te maken. We gaan zo meteen door met de rest te maken. Maar we moeten ons vooral ook even goed focussen de komende tijd op het eten. Zodat we in ieder geval met genoeg eten die kant op gaan. Dat we ook gewoon genoeg eten blijven behouden. Dus daarom ga ik er wel even heel erg strak op zitten op het eten. Continu checken van kunnen we iets plukken wat ook allemaal. En op die manier dan door te gaan. Want dat lijkt me gewoon heel erg verstandig om te doen. Kun ik corn eten? Ja, corn kan ik ook eten. Laat ik zo zeggen, ik ga gewoon alles. Ik vreet gewoon alles op wat hier allemaal komt. En dan zullen we het voor de rest allemaal wel gaan zien. Wij gaan in ieder geval nu bezig verder met de raket. Kijken wat we allemaal kunnen maken. En dan in de tussentijd kun je natuurlijk reactie achterlaten over dingen die ik per se nodig heb. Natuurlijk voor op Mars. En weet ik het allemaal. En dan moet het ook allemaal wel goed gaan komen. Denk ik zo. Dus no worries mensen, mocht ik nu nog iets, misschien heb je wel een reactie achtergelaten, denk van Duffy, waarom lees je het niet, wat ook allemaal. Het komt allemaal Gucci, want we zijn nog lang niet weg. Goed, ondertussen kunnen we dit hier even indouwen. Wij gaan eens even kijken dus voor de raket, want dat is natuurlijk toch wel een van de belangrijkste dingen om natuurlijk de raket af te hebben. Als we namelijk de raket af hebben, kunnen we natuurlijk vanuit daar door. Vrij logisch natuurlijk. En wij moeten dus bezig gaan met de rocket tier 2. We hebben dus nu sowieso al deze plates hebben wij af, dat is één ding wat zeker is. Dan moeten wij nu gaan kijken naar wat hadden we nou nog meer nodig. We hebben dus onze tier boosters nodig. Oké, en tier boosters maken wij dus door onze heavy plates met compressed meteorite iron. Dat hebben wij nu. Met een fuel can, een oxygen vent en een yellow wall te maken. Nou is het zo dat wij gelukkig dit hebben. En we hebben ook heel veel silver, heb ik al wel gezien. En trouwens even, waarom gaat... Oh, dit gaat niet daarbij op, want dit is anders. Oké, maakt zich niet uit. Ik heb het ook gezien, we kunnen dus ook gele wol dus maken met zilver. There we go. We hebben gewoon gele wol nodig. Gelukkig kunnen wij vrij makkelijk met een modpack kleurtjes maken. En daar komen we zo blij mee. Gele wol hebben wij dus nodig. Check, we hebben deze plaatjes nodig. Check. Even kijken, ik moet continu wel blijven checken natuurlijk. Plaatjes hebben we nodig, wat ook allemaal. Fuel canister, niet te vergeten natuurlijk. En oxygen dinges. En voor die oxygen dinges hebben wij dan ook weer dingen nodig. Dat is namelijk compressed steel met tin. Compressed steel met tin. We hebben dan een klein beetje compressed steel. Is dit iron of tin? Dit is een klein beetje tin nog. Nice. Ik denk overigens niet dat dit genoeg is. Dus wat ik ga doen is, ik ga denk ik wel vast meteen eventjes wat tin omgooien. Ik meen me te herinneren dat ik dat toch nog ergens had. Right? Aluminium. Oh kijk, oh dit zijn allebei tin dingen. Nice, oké dan. Dan doen we even eentje daarvan en eentje daarvan. Ook in één keer, Duffy, waarom zou je dat zo doen? Het zijn anders even van die oneven getallen. Super lastig, super vervelend. Je kent het wel. Oké, toppie. Als deze is omgeslagen, gaan we de rest even omslaan. Weet je wat, we doen even deze allemaal omslaan. Fuck it. Dan bewaren we even het grootste getal. Zo, there we go. En dan gaat dit ondertussen lekker door. Oké, toppie. Wij moeten dus voor deze dingen... we moeten er trouwens overigens tweede van maken. Hè? Dus we moeten niet vergeten. We moeten hier dus 1, 2. There we go. Erg belangrijk. Even kijken. Rocketeer
Ik vind het heel raar hoe het nu eruit gaat zien. Maar goed, doet er helemaal niet toe. Daar hebben we ook nog compressed steel van nodig. Oké, okay, goed om te zien. En wat hebben we hiervoor nodig? Kijk, we hebben er hier nog eentje voor nodig. There we go. Moet ik het dan mezelf neerleggen, joh? There we go. Zo. We moeten ook nog wat compressed steel hebben. Goed om te zien. Dat betekent dus, we moeten meteen ook even eigenlijk... Oké, dat hebben we dus nu al niet meer. We moeten even wat iron plaatjes nog alvast weer gaan slaan. Dat kunnen we dan mooi bij deze gaan doen. Zo, want dat hebben we dus ook weer nodig. Perfect. Oké. Kunnen we nu deze dingen eigenlijk helemaal in elkaar zetten? Nee, want we hebben onze fuel canister nog niet. Die hebben wij die hierin gedaan, ja. In ieder geval weer twee van nodig. Dat betekent, we moeten wel, en dat moeten we niet vergeten, nieuwe fuel canisters gaan maken eigenlijk. Want anders dan hebben wij wel een probleem, denk ik, met de hoeveelheid wat wij nodig zullen gaan hebben. Maar dat zal allemaal wel goed gaan komen, right? Wat zit hier eigenlijk allemaal nog in voor de rest? Twee fuel canisters. Oh nee, je moet trouwens wel erin blijven, want ik was natuurlijk naar de maan ga. Duh. Oké. Kunnen we deze dingen nu craften? 1. There we go. Oh, ze gaan gewoon leeg. Oh, dat is perfect. Oké, dan. Dat is wel goed, want dan hou ik ze dus gewoon. Nice. Kan ik nog steentje maken? Yep, there we go. Oké, goed. We hebben ook alvast onze tier 1 boosters. Nice. We gaan lekker. Ik doe gewoon die dingen even hierin zetten. Ik denk dat dat wel makkelijk is. Dan kan ik ze ook niet, om zo maar te zeggen, kwijtraken. Wat wij natuurlijk meteen gaan doen, is wij gaan meteen nieuwe brandstof hierin doen. Wat denk ik ook geen overbodige luxe is, is toch om hier en daar alvast wat olie erbij in te gaan flikkeren. Want ik zie er wel weer van komen hoe het uiteindelijk weer gaat. We hebben daar veel te weinig van alles. En dan hebben wij weer zo van, ja maar, simpel zeg. Dus we gaan even buckets pakken. En we gaan even zo wat olie halen. Deze dingen, die moet ik eigenlijk eventjes, eigenlijk heel dom wat ik ga doen waarschijnlijk, maar toch doe ik het. Ik doe dit even allemaal gewoon. Zo. Wow, hoorde je dat? Oké, dat kan ik gewoon nog weer eruit pakken, toppie. We gaan eventjes heel erg snel, gaan we dus wat olie halen hier en daar. Omdat we dat gewoon nodig hebben, ondertussen kunnen we even een stukje mushroom eten. Beneden hebben we gelukkig nog olie, dus dat is in ieder geval fijn. Want wat ik zeg, we kunnen het wel allemaal maar gaan gebruiken en niet gaan bijvullen. Maar er schiet uiteindelijk ook natuurlijk helemaal niks meer op. Dus we kunnen maar beter gewoon even meteen doorpakken, doorwerken, hoppatee. En dan komt het allemaal wel weer goed. Even kijken hoor, het apparantie, daar gaan we dan erin. En dan komt dit gewoon hop, hop. Kijk, hoppatee. Dan gaan we dit in ieder geval lekker allemaal weer refineren. Gaan we nog even een keertje naar beneden toe. There we go. Oh, en ik wil niet in die fucking troep komen. Dat is echt een bende. Oké, there we go. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, hallo creepertje. Sukkel. Oh, sorry. Ik valt hem aan. Ja hoor, die gaat lekker. Die gaat lekker. Oh, wat gaat dit lekker zeg. Moet je nagaan, hé. Er kan gewoon 24.000, I guess, liter in. En moet je nagaan hoeveel we al hebben opgemaakt ervan. Is toch werkelijk waar niet te geloven. Dat is toch niet normaal. Maar goed. We hebben dus wel bijna 15.000 erin zitten. Dus dat is wel weer lekker. There we go. There we go. In ieder geval, er komt 15.000 in natuurlijk door al het olie wat we erin douwen. Ik ga nog één keertje naar beneden om nog één keer olie te halen. Dan maken we 20.000 liter opnieuw. Dat moet denk ik wel genoeg zijn. Je hoort het goed mensen. 20.000 liter brandstof gaan we maken. Ja, yep, 20.000. En nee, dat is niet te veel, want we moeten naar fucking Mars. Beter te veel dan te weinig. Nou, we dit er nog even in en dan kan dit ondertussen lekker doorgaan. En wat ik zei, hoe wij hier ondertussen niet meer naar om te gaan kijken. En dan komt dit in ieder geval helemaal goed. Perfect. Gaan wij nu ondertussen onze Ender Resident, weet ik het allemaal, oppakken. Ik wist het wel, ik wou dit gewoon proberen. Ik had zoiets van, daar moet iets mee gebeuren. Want ik hoorde al dat straks, toen die blokjes erin zaten, hoorde ik ook wel dat geluid. Ik denk van, ja. He? Nou, we zien dus wel weer wat er gaat gebeuren. Oké, we hebben deze plates klaar. We hebben hier ook wat plates. Deze plates moeten we natuurlijk nog wel weer gaan omslaan met dit. Om natuurlijk steel ervan te maken. Toppie. Oké, even kijken. Voor de raket tier 2. We hebben nu die gemaakt. We hebben die gemaakt. We hebben dit gemaakt. Laten we beginnen met de top. Dat is gewoon heavy duty plates met een redstone torch. Nou, dat is vrij plausibel en makkelijk te maken. Kappa. Waar heb ik mijn stokjes gelaten? Hier heb ik ze gelaten, there we go. Deze is dus vrij simpel te maken door die gewoon daar te zetten, die daar te zetten, omhoog te schuiven. En zo, dat is het toppie. Oké, die hebben we dus inmiddels ook gemaakt. Dat deze dingen, de rocket fins. Hebben we er dus totaal 4 van nodig. Dat is best expensive, to be honest, right? 1, 2, 3. Oeh,
Oeh, we kunnen er maar 3 maken. Moet je er nagaan. We zijn gewoon out of staff. Oké. Is niet erg, mensen. Is niet erg. Alles onder controle. We moeten dus sowieso nog wel extra heavy duty plates maken. En je ziet het al. Dat is pretty expensive om te maken. Maar we gaan het wel doen. No worries. Deze zet alvast hierbij. Deze zet ook alvast hierbij. We hebben daar dus voor nodig. Even kijken. Aluminium. Brons. We moeten sowieso nog extra brons over gaan omslaan. Zie ik al wel weer. Zo. Nou, wat van dit alvast erbij. Dan houden we dat vast even erin. Dit is ook wel weer lekker. Maar we hebben nog wel weer meer nodig waarschijnlijk. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Brons hebben we nodig. En aluminium hadden we dus nog. En wat kan er eigenlijk nog meer in? Steel, aluminium en brons. Ah, oké, dat was het. Okay, steel, aluminium en brons. Steel, aluminium, brons. Dan krijgen we in ieder geval dubbele ervan. Ja, dat komt wel goed. Right? Jawel. Kunnen we daarna nog wel weer nieuwe iron gaan slaan, right? Ja, dat komt helemaal goed. Oké, toppie. Schiet er even op, joh. Trouwens, mensen, mocht je het ook leuk vinden, vergeet niet even te liken. Als je nieuw bent, abonneer ook vooral eventjes. Welkom. NASA Workbench, Schematica. NASA Workbench. Oké, dit is in ieder geval allemaal nu klaar. Dan kunnen wij nu alvast deze dagen zetten. Deze dagen zetten en deze dagen zetten. Dan wordt alvast doorgeslagen. Slager? Nee, beat. Beat? Nee, slager. Oké. Ik wou intussen nog iets gaan doen. Wat wou ik gaan doen? Iron pakken. Dat wou ik gaan doen. Iron. Dat moet trouwens ook nog worden doorgeslagen. Nevermind. Wacht even tot hier eentje mee klaar is. Dan kunnen we in ieder geval onze laatste vin of iets wat dan kan maken. Zo, there we go. Dan kunnen we op zijn minst dit ding afmaken. Nee, dat kan niet durven, want je hebt geen fucking steel meer. Oh, ja, nou, weet je wat? Dat heb ik wel. Zo, there we go. Ik heb dat gewoon wel. Oké, hebben we die ook alvast weer gemaakt? Hebben we nu onze rocket fin erbij? We hebben nu al bijna de raket klaar, hè, mensen. Moet je nagaan. Het enige wat we nou nog moeten maken voor onze raket is dus nu dit. 4 heavy duty plates. Ik heb er 2. Of course heb ik er 2, want... Maar goed, nummertje 4 komt eraan. Oké, toppie. Even kijken. En dan hebben wij nodig nog een oxygen vent, een tin canister en een button en een flint en steel. Nou, dat is op zich ook wat te maken, right? We moeten dus hier nog wel voor dit in maken, want we hebben daar nog wel weer extra wat voor nodig. Niet alles, no worries. Is er hier nog een tin canister in zitten? Check. We hebben een button nodig, check. En we hebben ook een flint en steel nodig. Flint. En waar heb ik mijn steel? Hier hebben we mijn steel. Perfect. Kunnen we die ook vast in elkaar zetten. Zo. Steel is joh. Je maakt zoveel lawaai, jij. Deze nu. Zo. Oké, toppie. Ik ga dit maar niet te veel ervan slaan, mensen. Omdat ik niet heel veel supplies natuurlijk meer heb. En ik het anders ook zonde vind als ik dadelijk helemaal niks meer heb. Vind ik een beetje useless om zo maar te zeggen. Dus ik wil niet te veel van alles gaan maken. Want ik zeg, als ik dadelijk niks meer heb, ja, dat is ook een beetje lame ass en dom. Oké, dan doen we die nog eventjes zo. Trouwens, zo. Dan kunnen wij nu, als het goed is, deze eerst in elkaar zetten. Ah, die had ik al gemaakt. Dom. Ai, is duur. Oh, duur, dan is het wel duur. Ja, dan wel, ja. We kunnen in ieder geval dit ding ook maken. There we go. En dat betekent nu, mensen, wij kunnen onze raket, oftewel NASA raket deel 2, kunnen wij in elkaar gaan zetten. We kunnen hier onze nose op zetten. Dan zetten we deze dingen er allemaal in. En die zetten we daar neer. Dan kwam deze daar, die komt daar. Dan komt die natuurlijk daar. En bam en bam. Maar, gaan we niet doen. Want ik bedenk me nu in één keer. We hebben de kisten nog nodig. We gaan het er allemaal eruit halen. En we gaan eerst nog eventjes 3 kisten erbij bouwen. Natuurlijk puur voor de opslag. Want het zou natuurlijk doodzonde zijn als we dadelijk daar naartoe gaan. Zonder genoeg opslag. Weet je, ik bedoel, we moeten natuurlijk wel een raket hebben met genoeg opslag. Goed, poging 2. We doen de kisten nog niet erin. Poging 2. We doen de kisten hier bovenin. Dan zetten wij het kopje daar bovenop. Dan doen we onze heavy duty plates tier 2 hier allemaal neerzetten. Dan pakken we onze tier 1 boost, die zetten we daar neer. Onze steering of rocket fins zetten we daarop. En doen we alleen maar onze engineering rocket eronder. En kijk daar eens even, mensen. We hebben hier onze rocket tier freaking 2. Zou die grote... Wacht, kan ik dit ding eigenlijk eraf krijgen? Kan ik dit ding gewoon eraf krijgen? Oké, het kan er gewoon af. Oké, toppie. Is een tier 2 rocket groter? Ja,
Die is zeker groter. Oké dan. F. Ik weet niet of je hierin gaat, maar hij is in ieder geval groter. Hij is... Jezus, dat ding is huge, man. Holy shit. Deze raket hebben we dus in ieder geval nodig om dus op Mars te komen. Voor de mensen, nee, ik ga niet nu meteen naar Mars toe. We gaan ons natuurlijk eerst nog even voorbereiden met bepaalde spullen. Dus denk aan natuurlijk glas, denk aan andere supplies. We moeten nog een airlock maken. In ieder geval, ik wil nu wel die kant op gaan met een airlock die daadwerkelijk werkt. Dat ik alles daarvoor heb, want dat lijkt me wel eventjes natuurlijk verstandig om te doen. Intussen, ik ga nog wel één keer naar de maan toe natuurlijk vliegen. Dat wisten we natuurlijk allemaal al, want ik wil natuurlijk nog eventjes daar wat laatste supplies ophalen. En denk natuurlijk ook aan de air bubble, die we natuurlijk nog moeten ophalen. Dat is op zich allemaal geen enkel probleem. Maar dat moeten we in ieder geval nog wel doen. Oh, dit ding zit nog voor, ook nice. Dus dat is in ieder geval hetgeen wat we nog gaan doen voordat we natuurlijk naar Mars toe gaan. En als we natuurlijk uiteindelijk dan naar Mars toe gaan, dan zijn we wel nog een aantal afleveringen verder. Maar gaat allemaal wel goed komen. Intussen kunnen we nog dingen opruimen. Intussen kun je natuurlijk nog tips achterlaten van Duffy, je hebt dit nodig, maat. Doe nou, je moet dit hebben, Duffy. Snel. Allemaal van dat soort dingen. En dan komt het in ieder geval allemaal wel goed. En dan wordt het in ieder geval allemaal gemaakt. Voor nu mensen allemaal, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even lekker dat duimpje omhoog aan klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.